Yo kijkers van Hendry Games, tof dat jullie allemaal zijn en alweer kijken naar deze gloednieuwe video. Zoals je aan de achtergrond kan zien en aan mijn shirtje kan zien, we gaan het vandaag eens hebben over Go Ahead Eagles. Want ja, er zijn een paar mensen die vroegen of ik wel meer Go Ahead content wou laten zien. Nou, vooruit, hè? Dan hebben we nu alvast wel Go Ahead content. We gaan het vandaag hebben over een paar spelers die in het eerste elftal als basis elftal fungeren. En we gaan het even hebben over een paar over de nieuwe spelers die erbij toe zijn gevoegd. En ook nog een klein beetje inzoomen op een bepaald gebeuren. Maar goed, dan gaan we nu beginnen over wat waarschijnlijk het basis elftal zou worden. Heel veel mensen zeggen namelijk dat, of tenminste uit tot nu toe wat ik kan vinden op de site van Go Ahead Eagles, zal waarschijnlijk de keeper van dit jaar, Jay, groter worden. Ik weet niet hoe je dat goed uitspreekt. Grotter, I don't know. Maar, Grotter, zoiets. Maar Jay kennen we natuurlijk nog van vorig jaar. Toen is hij uit de selectie gezet. Omdat hij, ja, niet helemaal goed met de staf omging. En daardoor is hij er toen uitgezet. Nu zit hij er momenteel als enigste keeper in. Ja. Dat beter kunnen aflopen. Maar goed. Wat heb ik nog meer te zeggen over Jay? Het schijnt een hele goede keeper te zijn. Ik heb er zo mijn twijfels nog over. Maar we gaan het waarschijnlijk wel zien. Dan de speler die rechts achter komt te staan waarschijnlijk. Wout Dorsten. En Wout Dorsten kennen we een klein beetje van vorig jaar. Hij heeft een paar wedstrijden meegespeeld. En toen raakte hij bij een buur geblesseerd. Ja, het is niet het beste wat je tot nu toe kan overkomen als speler. Maar het is helaas gebeurd. En het is niet fijn. Dan hebben we nog natuurlijk Sam Beukema en Jeroen Veldmaten. Die, nou ja, als centrale verdediging fungeren. Waren vorig jaar, naar mijn idee, heel erg goed. Of tenminste, niemand kwam zomaar langs hun heen. Heel af en toe iets, maar het gebeurde niet vaak. Het was zeg maar een muur waar niemand zomaar doorheen kwam. Vind ik. Maar meningen verschillen. En het is altijd nog weer afvragen hoe erg ze dit jaar presteren. Ik denk dat op zich de momentele formatie toch wel een interessante keuze wordt. Maar qua linksachter heb je natuurlijk Nicolas Abdat. Die vorig jaar een paar wedstrijden speelde voordat ze Brito binnenhaalde. Nu zijn ze nog wel weer bezig met een nieuwe linksachter zoeken. Maar die is tot nu toe nog niet gevonden. Ik neem dit namelijk op 20 juni. Er kan van alles gebeuren binnen nu en woensdag. Natuurlijk hebben ze nog Boyd Lucassen, Gino Bos, Joran Zwart. Er is nog wel genoeg op te vullen, om maar zo te zeggen. Dan hebben ze als verdedigers, ja, hebben ze natuurlijk Manuel Korbos. Was vorig jaar best wel goed. Op zich. Sommigen hadden meer van hem verwacht van de video's die er natuurlijk waren. Maar niet elke trap is hetzelfde, om maar zo te zeggen. Dan heb je nog Luc Brouwers. Die is ook een middenvelder. Die is binnengehaald vanaf Den Bosch. Ja, daar verwacht ik toch wel iets meer van dan dat hij alleen maar zegt van goh, hoop dat ze nu geen bier over me heen gaan gooien. Maar ja, we komen nog sneller weer terug als publiek dan dat hij waarschijnlijk nu had gedacht. Sinds het is nog niet helemaal zeker, maar volgens dit artikel is er wel een kans dat wij als publiek er weer mogen gaan staan in september. Lijkt me echt super leuk. Er staan momenteel nog wel bij de eerste selectie Zakaria Etchouri. Maar nu ik het zo bedenk, had hij volgens mij ook geen, dat hij overging naar iets anders. I don't know. En anders, hey, we hebben nog een middenvelder.
handig om op te vullen. Dan hebben we, ja, qua aanvallers van vorig jaar hebben ze natuurlijk nog Antoine Rabillard, Maarten Pauwels, Martijn Bernde en Adriaan Edquist. Edquist en Pauwels, die zijn nog niet helemaal zeker van een contract. Eerlijk gezegd hoop ik wel dat ze die gaan krijgen, want ja, ze zijn nog jong, je kunt ze nog, we kunnen nog veel leren. En ik hoop gewoon dat ze nog wel een contract krijgen. En dan gaan we het over naar nog weer twee nieuwe spelers. Eentje is gisteren of eergisteren binnengehaald, ik weet niet meer zeker. Nou ja, de wat langer zittende is natuurlijk Bradley van Hoeven. Die komt vanaf Sparta en ik ga toch even... Maar Bradley van Hoeven komt van Sparta af als huur. Het heeft hem vooral over de streep getrokken toen Van Wonderen, wat tegenwoordig de nieuwe trainer is. Die heeft hem eigenlijk via WhatsApp overgehaald om bij Go Ahead Eagles te komen. Dat is al wel mooi. En Kevin van Kippersluis. Ja, is net binnengehaald. Is... heeft bij Cambuur en Volendam gespeeld. Is een hele goede afmaker. Ze hebben ook een video ervan online gezet op het YouTube-kanaal van Go Ahead Eagles. Ik ga nog even checken of die geen copyright claims heeft. En anders zie je hem nu. Beste supporters, komend seizoen opent Club Kippersluis zijn deuren in de Adelaarshorst. Ik heb er erg veel zin in en ik hoop jullie net zoveel zin als ik. Tot snel. Maar ja, zoals ik het ook al net zei, Kees van Wonderen, ja, dat is nu ons nieuwe hoofdtrainer. Ik verwacht veel van hem, want... hij heeft jonge teams gecoacht. Dus dan zou je enigszins nog kunnen denken van hij kan wel wat lekkere spelers binnenhalen. Die ook zeker goed kunnen spelen. Nou ja, dat heeft hij natuurlijk ook al gedaan bij Bradley van Hoeven. En ja, ik hoop dat hij nog meer van zulke spelers erbij kan halen. En dan zitten ze nog met het probleempje Itzes. Ja... yeah. Wat moet ik daar nou over zeggen? Hij heeft het contract ondertekend. Maar de recentste update die ik erover kan vinden. Is dat het, het geld gaat, extra geld gaat kosten. Ja, en dat moet dan ook nog weer goedkomen. Ik denk... eerlijk gezegd niet. Ja, de club heeft gezegd, wij gaan niet extra betalen, want we hebben je getekend voor transfervrij. Dus het is echt nog onzeker of hij erin komt of niet. Ja, en ik hoop het eerlijk gezegd wel, want we kunnen op zich wel een goede middenvelder gebruiken. Maar ja, we gaan het zien. En ja... wat het voor de rest allemaal nog komt, dat zal de tijd leren. En ja, ik ga dit jaar dus heel veel content proberen te maken van Go Ahead Eagles. Ik heb echt zo erg naar uitgekeken naar hoe dit seizoen in elkaar gaat passen. Om dat allemaal goed voor elkaar te krijgen. En dan blijkt het nu ook dat ik mijn €200 ook niet zomaar voor niks heb uitgegeven. Dat is zeker een fijn idee. En ja, ik hoop
ook nog weer snel weer terug te komen met een volgende aflevering. Als er aardig wat nieuwtjes zijn, doe ik het in één keer. Want elke week, er komt nooit zoveel nieuws in één week. Om het allemaal goed te blijven en allemaal niet te veel herhalend te zijn. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat vooral een blauw duimpje omhoog achter. Mocht u Eagles nog niet volgen. Hey, er is een Instagram account. Volgen. Wordt ook maar een Eagle. En tot volgende keer. Later mensen. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town.